Ik ga een stuk. Helemaal gedraaid. Hallo? Hallo? Oh god, oh god. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Oh my god. Te komisch, dit armpje. Nou, daar gaan we, hè. Ik was Sjaak de checkroker. Hallo! We gaan weer in mijn doen! Hey! Hallo! Vreemd. Wat is er vreemd? Niks in het. Maar wat zit erin? Alleen. Oh, nee, een andere brief. Oké. Okay. Ik weet niet wat mijn moeder is gemaakt. Wat zeg jij nou weer allemaal? Oh, maar dit zijn andere kleurtjes. Oké, okay, ik ga het voor je voorlezen. Lieve Frenkie Dien. Malle, Pietje, hoorde jou praten. Met mama, je vindt het eng. Een beetje eng. Als wij binnenkomen in jullie huis en daarom blijven wij lekker buiten met zijn alfan. Allen bedankt voor jouw prachtige tekening. Wil je de Sint wel iets beloven dat je beter naar papa en mama mag? Luisteren, oké. En dan. Oh, wacht, kunnen we daar heel even bij wachten? Wil je iets beloven? Wil je iets beter naar papa en mama luisteren? Vragen ze. Ja. Oké. Want dat zeg ik, hè? Piet, hou alles in de gaten. Wat staat als laatst? Dan nu op zoek naar de aanwijzing. Aanwijzing. Wat staat die? Er is toch een g en een r? Groetjes. Sint. En Piet. Oké, dus wat moet je doen? Ik heb het idee dat Piet dit vlug heeft geschreven, want het is niet te lezen voor die jongen. Nou, het is. Kijk nou! Met lusletters en al! Ik denk dat ze juist dachten, aangezien hij in de klas zit. Oh. Maar nadenken! Ik weet het! Je moet je kopje erbij houden. Wist je nog vorig jaar om ben bang? En wat zit in de schuur dan? Oh, dus. Oké, nou, ga kijken. Wacht. Ik moet gewoon even kijken, precies. Ja, wacht, doe maar dit openmaken. Ik ben wel benieuwd of je hier een aanwijzing hebt. Kom maar. Voilà! Die andere? Misschien? Huh? Trek eens open. Wat zie ik daar? Wat? Ik zie een briefje! Niet. Doe die deur open, precies. Oh, wacht, hier! Is dit een aanwijzing?
ga maar voor. Moet ik voor? Oké. Ik ga. Wat zag je? Hou eens je hondje, zei ik al. Ja, dat is echt dus met handjes. Oké, kijk daar, wat zie jij daar? Maar zo, is het nat hier, zo krijg je koude tenen. Wacht even dan. Kijk, daar bij die schuur. Oh, dit. Oh, hè? Oh, ik heb een. Echt? Ja, ik heb het. Molly! Kom, snel naar binnen. Oh, is dat het? Ja, dat was het wel, ja. Ja. Ja, uit de schuur hier was een aanwijzing. Omdat we zagen kijk, hier, deze dingetjes. Dit was een aanwijzing. Oké. Cool. Oké. Wat is dit? Ik wil graag weten wat het is. Nou, openmaak maar. What? What? Huh? Een trui. Oh, dat is niet de reactie die je... Het is matig. Koeltjes, wat is het? Wat zien we? Trui. En een broek? Van alle superhelden. Marvel. Zeg je? Marvel, ja. Nou, ik zie het al. De Pieters zijn zien dat je zo enthousiast bent. Het komt goed binnen dit. Dit is wel echt een... Dit vind ik echt leuk. Niet leuk? Dus je wil zeggen dat je dit niet een mooi pak vindt? Nee, kijk, dat niet. Maar kijk, ik heb niet iets aan. Je hebt er niks aan? Oh, je hebt er niks aan? Ja. Dus je kan net zo goed in je boxershort naar school, want je voelt er niks van? Ja, ik voel het niet. Oh. Ik vind het wel een beetje matig, dit erin. Ik snap hier helemaal niks van. Ik... Nou, dus de Pieten hebben het niet goed begrepen dat jij niet van Spider-Man zou houden. Nee, maar voor mij dat hij gewoon blij moet zijn met dat hij kruid op bent. Dat dacht ik ook, ja. Dat heb ik je gisteren ook gezegd. Je krijgt wat je krijgt. Ik weet niet of ik de enige die dat gaat zeggen hier. Kijk, maar dit vind ik dus niet echt zo leuk. Oké, ja, dat mag je wel zeggen. Dat mag je zeggen, maar ik heb je al gezegd, je krijgt van de Piet in de zin wat je krijgt. Dus niet dat ze je alles... Dat ging anders dan verwacht. Zijn reactie vind ik niet erg dat je eerlijk bent. Maar het gaat erom hoe je het brengt. Laatst hadden we het erover toen Maeve bij ons had. En we gaan met zijn schoenen zetten, want er zit dus bijna in het land. Ja, wat zal ik krijgen? En toen zei Maeve, heel mooi, blij zijn met wat je krijgt. Toen zei ik, dat klopt. Want de ene keer zit er misschien alleen maar pepernoot in. Een andere keer een autootje. En misschien een andere keer zit er wel een of andere... Ja! Nieuwe handschoenen voor voetbal. Want die was je zo vaak kwijtgeraakt. En dat heeft de Piet denk ik ook gezien. Dus wat het ook is, je moet blij zijn. Want het is leuk dat je iets krijgt. Sommige kindjes wonen in een land waar het niet eens veilig is voor de Pieten de daken te gaan. Dus dat komt daar niet eens. Moet ik hem even uitleggen. Sommige kindjes hebben niet zijn eigen kamer. Sommige kindjes vieren hun verjaardag niet. Weet je, jij hebt zoveel leuke dingen en ik snap dat het misschien als normaal voelt, maar ik hoop dat je nog steeds kan zien dat ook dit soort dingen heel speciaal zijn. Het is speciaal. En wat er werd gehaald, hè? Er werd gehaald. Het was klaar, ik werd op de bank, werd er gehaald. Ik vind het niet leuk. Ik zeg, oké, dan vind je dit dus niet leuk. Dan gaat het naar een ander kind. Dat is dan ook duidelijk. Ik zeg maar eerst nadenken. Ik had dit niet verwacht. Dan mag je dat echt wel zeggen, ik had iets anders verwacht. Maar dan kijk je even naar dat pak. Want ik weet zeker, jongens, ik heb zo'n kind. Ik denk dat heel veel ouders dit herkennen. Dat loop je ergens. En in de Albert Heijn heb je zo'n vak met allerlei, weet ik veel, huishoudelijke artikelen. Dan komt hij rustig met zo'n fles. Mam, dit is handig voor mij op school. Die had ik nog niet. Zo, aluminium, staal, wil ik hebben. Heb je niet nodig, vriend? Let maar terug. En dat dan 25 keer in een winkel. Oh, dit boekje heb ik nodig. Deze stiften heb ik niet thuis. Jawel, dit zijn een soort van de stiften die je hebt. Alleen dit zijn langere stiften of kortere stiften. Of whatever voor stiften, maar je hebt het. Dus je hoeft ook niet alles te hebben wat je ziet. Ik weet zeker, als hij dit pak zag hangen. Wat een goed pak, man. Want hij is helemaal gek van de Hulk en de Marvel en de bende. Hij doet hier overkomen van... Pff, dit is echt helemaal niet zo denderend. Oké, dit pak gaat naar een ander kind. En er wordt geen schoen meer gezet. Ah, dat betuiterde gezicht. Ja, maar echt waar. Anders denkt hij over 2 dagen, 3 dagen, 5 december, ik heb een schoen. Dat is allemaal goed. Het is niet allemaal goed. Eerst nadenken. Mag je wel zeggen dat ik het anders verwacht. Maar ik ga even goed kijken naar wat ik hier nog gekregen heb. Dit is een super lekker pak. Zacht van binnen. Ik doe het meteen aan. Dat kan ook een reactie zijn. Dat zei ik tegen hem. Uit een bruilip. Ga ik hier nou verkeerd? Gloeiende hoer. Ga ik nu heel veel omrijden? Ik ben een minuut eerder daar. Serieus? Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn.
Ik moet helemaal om. Het is daar. Oké. Ga ze op die lolly? Ik ben benieuwd. Nou ja, dat dus voor deze ochtend. Heerlijk, de maandag. De week is weer begonnen. Shebang bang. Ik zeg, doorpakken deze mentaliteit, jongens. Als er iets gebeurt, vallen opstaan. Lachen. En nadenken. Dus, dat heb ik mijn kindjes even geleerd. Misschien vinden sommige mensen het hard. Misschien vinden sommige mensen het te zacht. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Bij deze. Dit is die van mij. Ah, dat is niet eraf. Nu wil ik even opletten, hè. Jongens, ik vind het koud vandaag. Ik gooi die auto aan, beeldverwarming. Let's go. Het is fris. Oké, laten we eventjes een update doen van ons leven. We komen net bij de keukenboer vandaan. Dat zagen jullie. Maar waarom gaan we bij de keukenboer? Dat vraag je af. Omdat wij een nieuw kantoor krijgen. Heb ik het ook al verteld? Ja, dat weten ze zeker weten. We zijn ook langs gereden langs die locatie toen. Oh ja, nee, maar toen heb ik dat gezegd toen. Ik ben in de bar. Ik doe mijn stuur warm, ik doe mijn stoel warm. Ja, ik doe het ook. Mevrouw, je nooit achter een auto langslopen die achteruit gaat. Gevaarlijk. Was het die vrouw met die ballonnen? Anders, voor iets weten, rijk je mondkapje van je mond. Nou, overdreven altijd weer. Maar in ieder geval, wij waren met Nicky daar. Nicky is onze architect. Ja, Nicky die heeft helemaal een plannencampagne gemaakt hoe het kantoor eruit komt. Natuurlijk met onze misschien ook even goed, even slim om met Nicky ook even een prijs uit te spreken voor de werk. Ja, het is wel een beetje lullig als ik dat heb je nog niet gedaan. Misschien eventjes, kun jij eventjes voor mij de muur even bij de Febo een grillburger halen? Dankjewel. Oké. Echt waar, mijn beeldvorming is ineens warm en die mag er alweer uit. Een grillburgertje? Haal ook iets voor jezelf als je wil. Nou, dank je. Wil je ook iets drinken? Nee, ik heb water hier. Nee, kom niet zo lekker warm. Maar kijk, misschien twee grillburgertjes. Of een dubbele ding iets lekker. Een dubbele ding. Oké, ik ga het halen. Veel verschillende truien heb ik aangehad vandaag. Maar dit is toch wel de lekkerste. In de koude dagen draag ik graag lichtere kleuren. Want dan lijk je donker. Wie weet van mijn bruinscreme. All day every day. Weet je, natuurlijk. Het klopt niet helemaal met je hand. Als het nu best wel hetzelfde. Maar soms dan denk ik echt, wauw. Fiji meets Antarctica. Maar, kolletje. Niemand ziet eruit. Jij bent toch ook zo'n type, hè? Dat als je gaat kijken, eten, dat je ook iets moet kijken? Ja. Toch? Ik vraag wel. Ja, wat ga je kijken? Nou, nee, ik vraag het gewoon. Nergens. We hebben een gesprek. Het laatste tijd een beetje langs elkaar gaan, hoor. Zullen we vanavond samen een filmpje kijken? Het niet worden. Ik denk dat ik met jou een middagje moet uitkiezen om een filmpje te kijken. Middag, daglicht. Daglicht sowieso. Eten. Ik denk wel als ik jou eten geef, dan ga je ook beter op. Want dan beweeg je kaak en dan ga je niet slapen en zo. Ja, ik val gewoon echt in slaap. Jeetje, wat val je overal slaap zeg. Maakt niet uit of het de spannendste wedstrijd is van Ajax. Nou, nee, dat zeg je niet. Wist je nog laat? Ik vond het een spannende wedstrijd, dat was al gespeeld. Je zei dat het spannend was. Nee, dat is Ajax tegen wie speelden ze? Nee. Precies. Maar het maakt echt niet uit, want Narcos vind je ook heel spannend. Ik zat gisteren met een half ook mee te kijken. De Armagados tegen de... Armagados? Hoe heet het? Armados? Armado heet die. Nou, oké. Tegen de Arellanos. Arellanos. En die gaan helemaal hard tegen hard. En weet je wat vervelend is? Dan valt mijn man in slaap en dan wordt hij wakker en zegt hij terugspoelen. Moet ik twee keer hetzelfde klas kijken? Ja, kijk, ik zag je meekijken. Ja, ik zit te kijken. Ik sta er toch ook? Ik ben lekker de was aan het vouwen. Ik zit er helemaal in, de Armagados tegen de Armados. Nee hoor. Armado. Terug. In de reverse. Maar ik ben even door series heen en ik weet even niet wat ik moet kijken nu. Ik hou niet zo van super spannend en gewelddadige misdaad. Ik heb liever iets à la Jane the Virgin. Ik hou ook wel van reality, maar dan ook weer niet de slechte gescripte dingen. Ik moet nieuwe dingen. Gooi nieuwe dingen op me. Want dit is, ik moet zeggen, er was veel bloed ook gisteren bij jouw serie. En daardoor vond ik het alweer minder. Dat ik denk, ketchup de hele dag.
We doen een gevalletje, twee vliegen. In één klap. Hey, Gozie. Hi. Ja, hè. Was je lekker op een kinderdagverblijf? Huh? Heb je weer goede verhalen uitgedeeld aan iedereen? Jee? Ik ben er helemaal stil van, hè? Je bent ook een beetje uit je doen. Nou, niet echt een beetje uit je doen. Want je hebt geen verhoging. Maar over Jackson, heb de waterpokken. Ja! Ik zag al een paar bultjes dat ik dacht... Zijn het muggenbulten? Nee. Vijfde, zesde ziekte? Dat heb ik hem voor hem gebracht vanochtend, maar... Ik moest nog even een slaapzakje brengen. Dat heb ik gewassen. Dus ik breng nu nog even naar binnen, zegt ze. Het zijn toch de waterpokken. Want het was een uitbraak daar. Maar als er geen verhoging hebben, mogen ze gewoon gebracht worden naar het kinderdagverblijf. En je bent twee keer getemperatuurd, het gaat helemaal goed. Je hebt ook goed gegeten, goed geslapen, dus... Je immuunsysteem is aan, maat. Ja, hoe ga je eronder? Je gaat van Gucci? Je voelt wel van, oké, ik ben eventjes aan het... Ja, mijn afweersysteem is wel even gaande, maar... Allemaal goodie in de hoodie. Oh, doe jij nog even je dingetje daar? Tuurlijk. Zo, riempje af voor jou, Lou. Dat is zo mooi. Als ze dan iets lezen over het verschil tussen mannen en hondjes. Mannen en hondjes. Ik hoop veel. Mannen en vrouwtjeshonden. Dat vrouwtjeshonden maar één plasje zouden doen. Mijn dagboek plast gewoon 6 keer. En ze doet nu tegenwoordig op 1 poot omhoog. Heb ik hier een transgender dagboek aan de hak? Wil je eigenlijk een reus zijn in plaats van een teef? Want ik judge niet, hè, liever. Ik judge niet. Als jij zegt, ik wil gewoon Louie zijn in plaats van Lou, dan judge je het niet. Als je toch eens wist wat ze dacht, hè? Zo, ga je lekker liggen. Dit is, vind je fijn, hè? Als je mama naast je zit. Toch? Ja. Oké, ik ga proberen. Het is maar goed dat ik nergens mijn hoofd weer gaan kan leunen. Ik ga beter dan wakker te blijven naast je. Want vaak val ik ook in slaap. Je bed is helemaal verschoven. Ik vond dat hij scheef stond. Is niet erg. De pieten. Ja, de pieten. Nou, ik denk gewoon de laatst toen je die doop had en al die vriendjes boven. Nee, die ruïne van die kamer. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Slaap rustig, ontspan je hoofd. Echt heel leuk dit. Goed. Vroeger had ik ook moeite, maar nu denk ik echt... Nee, we slapen. Kijk, we slapen. Wat rust, I love you. Slapen, maat, anders ga ik weg hier. Het is gevaarlijk voor mij, veel te warm. Hier onder die deken lig ik ook. Kijk mij nou helemaal onder die deken hier. Nee, dat is gevaarlijk. Ja, tuurlijk, lach hier brullen. Oh. Oké, niks. Zeg geen trapagas. Inpakpapier. Is niet grappig, heel. Het is niet gezellig om buiten te zijn. Het is koud. Het is 6 graden, Wesley. 6 graden. En morgen is het weer 12. En ook morgen 13. Deze meen je? Dat zag ik. Dat geloof ik niet. Nou, kijk dan op Google. Ja, maar ik denk dat... Ze denken gewoon leuk. Ja. We maken mensen een beetje... Blij. Mm. Blijdschap is ook belangrijk in deze meen. Juist. Gewoon fake news maakt ook gelukkig. Gisteren werd ik een beetje bruut afgekapt door iemand zijn hongergevoel. Dat ik naar een snackbar moest gaan waar je uit de muur ding kon trekken. Kwam ik aan bij die muur. Het lag er niks in. En ook nog moest het in het vet. Even voor één de winkel in. Het duurde allemaal lang. Fastfood heet niet vriest. Fastfood. Nou, dus toen werd ik teruggefloten door een man weer in de auto. Maar wat ik wilde vertellen is dat we lekker bezig zijn met ons kantoor. Lekker. En het is ook wat verder weg. Dus we hebben net al besproken dat jij zei, het is wel goed dat we wat verder weg nu van kantoor zitten. Omdat... Daar. Ja, maar dat is meer tussen ons. Dat hoef je toch niet te zeggen op het beeld. Wat was er dan zo? Omdat je dan echt het gevoel hebt. Nou, want dat klinkt zo gek voor andere mensen die misschien het niet. Dan ga ik zeggen.
dan heb je ook echt het gevoel dat je werkt. Maar dat deden we al. Maar je gaat niet. Ja, snap je? Dus het komt niet heel lekker maar, over. Eigenlijk, kijk, je bedoelt denk ik iets anders. Maar als je zegt je hebt het gevoel dat je echt werkt, klinkt het alsof het kantoor wat we hier hadden niet echt lekker werkbaar was. Eigenlijk bedoel je, je bent wat verder van huis, dus het voelt wat meer zo van niet alles zo dichtbij. Ja. Want nu kan iemand nog bellen, oh, whatever, ik zeg maar wat. Je moet even snel iets doen. Dan ben je toch geneigd om te denken, oh, haal ik wel thuis. Ja. Als iemand zegt, oh, ik heb hoe vaak zitten we nog aan de eettafel soms nog? Ja, en dan zit het personeel op kantoor, denk ik, ja, dat is eigenlijk, nee, je hebt een kantoor. Daar, precies. Misschien is dat dan juist meer dat ons daar naartoe trekt. Ga je helpen? Ook door deze periode, corona-periode. Juist, want iedereen denkt makkelijk binnen, even een call, zoompie, bla 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 bla. Maar jongens, ik kan een kleine sneak preview geven van hoe het kantoor er ongeveer gaat uitzien. Ik heb wat plattegronddingetjes, leuk, leuk, leuk. Ja, we pakken het helemaal serieus en je kijkt naar een plattegrond van de begane grond, leefkeuken, vergaderruimte, een leuke koffiecorner, een toiletje. Ja, je weet wel, een toiletje is belangrijk, want kurken uitdelen is altijd nog meer werk dan gewoon legen. Hier een aanzicht van de gezellige eetleefkeuken waar je naar kijkt. Daar ga ik natuurlijk heel veel lattes maken met havermelk, je weet wel. Lekker decaf, anders stuitert de meid tussen de voegen van de tegels. En dan kan je middels deze prachtige, zelf verzonnen, deuren van glas en lood lopen naar de vergaderruimte waar Resli en Nienke het meest kibbelen, terwijl de rest van het personeel, ja, toeschouwer is. Plattegrondje van de eerste verdieping. Iedereen moet natuurlijk een eigen plekje hebben. Oh, wat zien we hier? Enkel al een groot kantoor voor Res, voor de editors en natuurlijk ook de productie. Maar Nienke Plas is altijd onderweg, dus ze vindt wel ergens een vrij stoeltje. Het is apetijtelijk, het kleurt leuk. Dit ook een ideetje van mij. Ik heb een hekel aan whiteboarden. Dus je kan het beste maar gewoon, ja, op de muur schrijven. In dit geval de glazen wanden. Lekker wegzemen met de spons. Ik weet niet hoe het werkt, maar ik heb het hier gezien. Op glas, gewoon doekie en weg is het. De rest is kantoor. Duidelijk met zijn bureau. En daar is een grote stoel. Ja, daar bij het raam. Daar kan ik mooi flaneren, in hangen. Klein beetje hem van het werk afhouden. En natuurlijk een gezellige pantry, oftewel een mini keukentje waar we allemaal lekker aan kunnen leuten. En tuurlijk, Novi. Gooi maar op de grond. Doe maar alsof mama niet aan het werk is. Kleine barbaar. Gezondheid! Deze grote vaas, ja, ik weet niet of die ergens te koop is, maar ik zei, ik wil een grote vaas met zo'n rondje in het midden. En die dan wel smal is, dat we met z'n allen langs kunnen lopen en van die, ja, neppe planten in kunnen doen. Waarom nep? Want nooit onderhoud, maar wel altijd, ja, flora-fauna look. Zo enig dus. En ook, naast het bouwen wat nog moet gebeuren, moet ook aankleden natuurlijk, hè? Dus we gaan vandaag naar een gezellige winkel. Nee, het is helemaal geen winkel. Want ze hebben eigenlijk geen winkels, ze eigen winkels. Ze hebben enkel, ze zijn een groothandel en ze geven aan andere mensen om te verkopen. En wij gaan nu naar hun showroom. Dat is het. Hoi, duidelijk praten we. We zijn in de wonderwereld van home decoration. Maar ook zijn de kantoren van tegenwoordig ook wat meer aangekleed. Het is niet allemaal zo van hier heb je een bureaustoel, rommel lekker achter je broodje. Het wordt allemaal wat meer zo van, hier de ambiance mag ook wat meer huiselijker. Dus we zijn ons helemaal, worden helemaal een klein beetje opgewonden, is het woord. Hou netjes. Vind je dat voor jou kantoortje, vond je dit een goeie? In die hoek naar potentieel. Ja, ja, ik denk wel dat jij een diepere zitting nodig hebt. Je hebt lange benen, dat is het te vaak, hè? Het is nog wel wat lekker, want het is echt wel zo'n stoel waarin je ook echt gaat lang gaat bellen en zo. Lang bellen. Deals. Ja. Gewoon met je vrienden over voetbal. Ik zag deze stoeltjes, vond ik ook heel leuk. Als vergaderstoeltjes. En gelukkig. Ja, daar ben ik weer. Zal ik je een beetje bedoelen? Je wil erin verdwijnen, maar ik vind het wel leuk voor je dat je kan rollen. Ja, daar hebben we het ook al gezien, toch? Bij die andere stoel. Ja, kijk waar we op stuiten. Dit. Dit noem je labrisering. En dat vind ik helemaal geweldig leuk. Dus dat komt ook op ons kantoor. Voor de helft en dan hebben we de rest behang. Het is echt chiquer, maar ook speels. Als je dat in een kekke kleur doet. Mooie lamp. Toch doet het me ook een beetje denken. Hebben jullie vroeger een beugel gehad? Bij de orthodontist. Ja. Toch? Nee, ik heb het niet gehad. Maar jij snapt wat ik bedoel. Heb je weer alleen voor jezelf een koekje? Oh my god. Dat je dit
gedeeld. Oh, er zitten 3 in. Dus daarom zou je het doen. Dus Ik vond het zo snel gaan het koekje geven. Ik kijk in het pakje, ah, zit er in. Daarom. Want normaal zeg je, moet je ook altijd alles wat ik wil? Ik zal je leren om nog een keer zo'n bijna aan de bek te hebben. Als ik je lekker iets geef. Niet aanraken. Maar je hebt gelijk. Hey, dus dit is eigenlijk wat Frankie Dien deed. Je moet blij zijn wat je krijgt. Ja. Maar ik ben ook blij. Alleen ik concludeerde wel meteen, hoe snel ik het kreeg, had een reden. Jij trekt hem weer te ver door. Die gekkigheid. Dit zijn wel die hele spangenkoekjes hoor. Goeiedag. Volgens mij zit hier heel veel boter in. Ja, maar ik... Het raakt je tong aan en je voelt alleen maar een pakje boter. Ja. Maar wel lekker. Weet je wat ik ook wat zo lekker vind? Als je een boterkoek gaat maken en het beslag. Ik vreet dat beslag op. Dat is dat cookie dough wat je hebt bij dat ijs. Ja. Oh. Ik heb het alleen nooit gemaakt. Nooit een boterkoek gemaakt? Sorry, er is iets mis met jou. Wel cake. En dan, als je die cake beslaat met chocolade of zo, lik je het gewoon helemaal eruit. Gewoon rauwe eieren, gewoon vreten. Ja. Je moeder hield je ook niet tegen. Gewoon. Zijkant van de... Likken. En als lassie. Oh, jongens. Word ik opgebeld door het kinderdagverblijf. Door een leidster. Lichtelijk in paniek. Dat Novi Jackson een beetje kortademig is. Dat je hoort dat hij... Oh, natuurlijk valt die batterij uit. Net wanneer ik zo weinig energie heb. En kortademig. Dus wij hals over kop ernaartoe. Die lijst zegt, sorry, ik heb misschien iets te veel emotie gebeld. Maar papa was net een paar maanden geleden overleden. En die was kortademig. Ik heb net gespuugd. Daarom ga ik zo slecht. Misschien was het wel spanning wat ik had van hem. Als wij bellen met huisarts. Ja, ik ga overleggen met de arts. De rest zeggen, we gaan natuurlijk niet wachten. Zij mag overleggen, maar wij gaan er pas naartoe. Dus wij komen daar en onze huisarts die luistert. Gaat gelukkig allemaal goed. Het zit voornamelijk hier bij de luchtpijp waar je wat slijm kan ophopen. En dan met die melk erbij in de flesjes. Dat helpt niet. En hij zegt, ik doe meteen iets. Kan je ophalen bij de apotheek. Dus een beetje inhaleertje, dan kan hij wat vrijer ademen. Dan komt het dat los. Dus hij zegt, top, we gaan hem meteen halen. We komen daar aan. Die vrouw zegt, oh, staat hij in het systeem? Ik denk het niet, hij is nog niet zo oud. Ondertussen voel ik dat ik zo misselijk word. Dus ik zeg, ik ga even buiten staan wachten hoor. Dus ik zeg tegen de rest, want die zit in de auto. Ik zeg, misschien moet jij even binnen gaan wachten. Hij zegt, nee, ik breng je dan nu naar huis. Want wij wonen echt aan de overkant van het appartement. Hij zegt, dan rij ik zo wel terug. En ik kom binnen en ik kots die hele pot hier vol. Hé, doe ze relax, Lou. Gaat allemaal goed. Shh, is een toeter. Daar is niets meer aan de hand. Hé, ik kan dit nu toch niet. Aha. Lulu, kom eens hier. Kom eens hier, schatje. Kom eens hier. Kom maar. Goed zo, is al goed. Braaf. Heel goed bewaakt. Ja, en ik ga nu mijn handen wassen. Flesje voor jou maken. Hey. Ja, je kan lachen, hè? Dag, schatje. Ook al ben je een beetje slijmerig in het keeltje, het maakt je niet uit, hè? Sorry als het zuur ruikt, maar dat gaat niet helemaal lekker, hoor, bij mij. Misselijk. Ik ben nog nooit zomaar misselijk geweest na eten. Dat ik gewoon een keer. Ik had net met rest wraps op gegeten. Voordat we bij... we gingen naar kantoor. Zaten we daar. Ik zou net gaan filmen van, hey, lekker. Hier nog een meeting met het team. Bless you. Heel leuk formatje zijn we bezig. Okay. Ging allemaal even snel, trein. Belletje. Hoehaha. Ik ga het doen. Ja, je krijgt melk. Ja, hier. Die heb ook niet heel veel gedronken vandaag. Want die was natuurlijk niet lekker. Hier, het is komt goed. Ik ga even fles maken nu. Yep.
Ja, die klinkt alweer beter. Het klinkt niet zo, ben helemaal in orde, maar het klinkt al een stuk beter dan eerst. Ik ga toch echt een lekkere dikke fles maken. Schep je erbij, voeg je erbij. Ja, met die tandjes. Oh, ik moet jullie nog laten zien, maar ik krijg tandjes. Zo schattig. In combinatie met die waterpokken. Je lichaam is hard aan het werk. Ik ga snel die fles maken, want iemand is aan het ontwaken hier. Ik heb het ook een beetje hoger gelegd op mijn trasje. Rustig, kalm, kalm. Meteen die boze zeehond, weet je. Doe eens relaxed. Ja, precies. Ik moet nu doorpakken. Goed zo. Dan kan ik zelf ook weer lekker in bed. Ik heb crackers gegeten. Ik voel me... Het is oké. Het zou een beetje heer zijn van een gekke buikvirusje. Ja, en vervolgens is het ook niet zo top te zeggen. Ik moet ook een beetje. Ik denk, een beetje misselijk. Dus... Het pootfeestje zal er maar niet goed voor zijn. Gaat iets beter, hè? Ja, laat je tanden zien. Oh jee. Wat moet je het nou weer grijpen? Waarom ben je nou weer wild? Oh, oké, tuurlijk. Eerlijk oversteken, jij een beetje van dit en ik een beetje van je tanden. Aha, gespot. Got you there. Hey, Fetje. Hi. Precies. Goeienacht, we gaan tikken. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat hij een klein beetje zo'n hoofd hebt van een kaafje. Dat bedoel ik schattig, hè? Kaafje kan ook van die grote ogen geven. Zo. Die geluidjes. Ik weet niet waarom, maar je doet me een beetje denken aan een kaafjaatje. Hallo. Zeg eens kaafje, ja. Maar ook wel een beetje als een koalaatje. Die grote ogen. Lekker dat dicht tegen je aan willen liggen. Bless you. Oh, bless you. Oh, bless you. Dat is lekker, hè? Ik heb net zoutoplossing in zijn neusje gespoten. Ik heb het idee dat hij daar ook wat losser van komt. Ja. Nu heb ik iedereen aangestoken in het huis. Omdat je niet weet hoe je moet niezen. Andere kant op, hachi. En een beetje nattigheid proberen, hè? Het spettereffect iets te beperken. Wil je zelf nog iets zeggen? Heb je zelf nog een... motivational... quote die erin begonnen. Iets van succes wereld, jullie kunnen het. Laat me van jullie leren. Bless your soul. Ja, nee, strijk maar eerst aan. Daarna gaan we goede gesprekken voeren weer, oké? Die is zo onder de indruk van zichzelf. Ik begreep ook dat hij op het kinderdagverblijf de hele tijd zichzelf staart in een spiegel. Ik vind het helemaal geweldig. Maar spiegels en slaapkamers zijn niet feng shui, dus misschien beneden. Als je wat groter bent, zet ik je voor die grote spiegel. Kun je lekker in jezelf loeren. Kun je ook een klein beetje geïntimideerd raken van zo, wat reig. Doe eens rustig. Het is een ongepast gedrag, zo overdag. Ja, dit is het enige wat we gaan krijgen vandaag, jongens. We zijn twee flessen en een half fruithapje verder en ik hoor alweer gebabbel vanaf die hoek. Je zou denken dat je kapot bent. Nou, hard struggelen voor een vrije doorgang, voor de adem en zo. Nee. Hoor wat er gebeurt hier. Hier. Als je
het licht een beetje smacht. Oké. Blij pingwin, op het droge. Kiel, ik moet echt douchen, hoor. Ik moet ook even wat doen. Deze is net teruggekomen van sport en ik zei al, ik moet douchen. Mijn mond dragen. Ik moet echt iets opnemen ook. Het is zo aandoenlijk om te horen, die geluidjes. Kijk, zolang ik happy is, ben ik ook happy. Maar ik weet wel dat mijn omgeving ook happier is als ik me keren. En na de hele met sop doen. Ja, jij komt zo. Hallo daar, lekker getraind jij, lekker ding. Oh, je filmt. Ja. Oh, yeah. Oh, dit is nu voor jou. Je komt wel tegenwoordig lekker appetijtelijk overal binnen. Dat is goed, doe houd het vol. Ik vind dat die komt nu gewoon elke nacht bij ons binnen. Ja, nee. Maar ik heb weggestuurd vannacht. Oké. Okay. Ja, nee, want... Ik heb het niet meegekregen. Ja, nee, want je zegt altijd, je bent niks waard. Maar er zijn ook momenten dat jij niks waard bent. Oh, dat kijk, vaak tussen 10... Nou, oké, okay, sorry. Te laat. Tussen 7:30 en 12:30 ben jij er niet. Mm-hmm. En jij bent er weer vanaf 13:30. Eerlijk. Ja. Zo is de verdeling. Ja. Nou, hij kwam aan het begin van de... Hij kwam al heel vroeg. Oké. Okay. Bedankt dat je me appetijtelijk vindt. Alleen deze koep, ik denk dat het een stukje eraf moet. Ik weet niet meer, het gaat niet meer in model. Waarom hebben jij, ik ga niet zeggen jullie vrouw, maar jij hebt altijd problemen met je haar. Altijd. Nou, pff, het is niet problemen, maar... Is het niet de vicieuze cirkel waar je in zit? Elke keer een ander kleurtje, dan weer een ander model. Oh, oké, okay, het zit goed. 3 weken later, stukje, dan moet weer anders. Een stukje korter gewoon. Een stukje korter. Want soms zit het niet lekker. Jij vindt het ook als je haar te lang wordt, dan zit het niet meer mooi. Toch? Dit is vervelend. Ja, klopt. Dus praat hij met je dan in één keer... Ja, je hebt gelijk. Je moet niet zeggen, je hebt gelijk. Nee, dat zeg je alleen maar om van me af te komen. Dat is vervelend. Daar heb je gelijk in. Het is vervelend van mij. Je kan er ook aan werken en dan hoeven we niet altijd hetzelfde gesprek te hebben. Maar inderdaad, hij is in slaap gevallen weer. Dus ik heb 10 minuten om mijn gezicht op te maken. Want die winnaar, hè, die moeten we eventjes een lekker filmpje geven. Die leuke reclametjes die ik met Frank Dien had gemaakt. Dat Sint Maarten, nou ging eigenlijk anders. Sint Maarten Mikmak, ook niet. Jawel, ik ben flex en doe een flikvlak. Hadden we zelf liedjes geschreven. En nou ja, iemand heeft dat gewonnen. Een gepersonaliseerd lied. En die heeft ook heel schattig erbij gezegd. Kan ook dan deze en deze zeg maar daarin meegenomen worden. Dat heel behouden van mijn ouders en mijn zusjes. Nou, heel schattig. Dus ik heb er een partijtelijk ja, heel romantisch lief liedje op gemaakt. Dus ga ik straks voor de meid inzingen en opsturen. Ik hoop zij nou dat ze een Sint Maartlied krijgt. Of ze wil gewoon iets persoonlijks van mij. Want het is totaal geen Sint Maartlied. Hier ga je niet meer langs de deuren. Nee. Nee, hè? Dat is niet erg, hè? Persoonlijk niet, want Sint Maarten is toch afgelopen. Precies, volgend jaar nieuwe kansen. Ik moet het hem nageven, hoor. Hij is weer in slaap gevallen voor denk ik wel een 1,5 uur. En ik denk dat we gewoon een hele hongerige baby hier hebben. Hallo? Hallo. Hallo daar. Dag ventje. Dag lekker kereltje. Hallo dan. Oeh, jij lekker zwemmen. Dat is net een rommelige. Oh ja. Huh? Eerst zeggen ze kind, moet gereanimeerd worden dan een meneer. Zo gaat het, hè, met meldingen. Ja, zo gaat het met meldingen. We kijken naar de. Hoe Ewout. Ik val wel in de Ewout. Series de laatste tijd. Verslaafd, polities. Ewout doet het goed. Ze zit in Den Haag, dus wel gebeurt hier veel. Voor mij mag Ewout iets minder. Iets minder? Iets meer afstand nemen van de politie, zodat ze ook echt. Ik vind het echt een leuk programma. En Ewout doet het goed. En ik denk dat er maar weinig mensen zo dicht bij de politie mogen komen. Alleen ik denk dat het nog meer ook voor journalistieke waarde is. Als hij iets meer afstand neemt van die politieagenten. Dus nu heb ik wel het idee dat hij zelf ook politieagent is of zich voelt. Zo die, oh. Als hij nog echt toch de kritische vragen stelt. Of waarom doen jullie dat dan? Of maar vinden jullie dan dat hij eigenlijk zo? Niet bij de politie is, maar meer ook hun volgt om zelf te kijken van hoe... En vragen stelt ook over waarom doen ze dit dan zo? En, ja. Met een kritische noot. Ik vind soms aan vragen zijn altijd zo van... Ja, ja. Want hè, ze hebben regels opgetreden, dus ze krijgen een boete. Eigenlijk zou je net met de demonstratie ook kunnen vragen, want we keken naar de demonstratie. Ben je het eens met waarom ze demonstreert? Dan kan je vinden in waar zij voor staat. Of kom jij niet soms in de knel met je eigen persoonlijke overwegingen? Ja. Soms zulke dingen beter. Ja. Nou, wie weet. Wie weet gaat hij het doen. Waarom moet
moet hij altijd dieken? Deze baby. Ja, hij moet toch zien wat er gebeurt. Hij moet dus alles in de gaten. Als je een fles geeft, welke mensen lopen er voorbij. Hij gaat gewoon die tuit uit zijn mond, want hij vindt ik moet iemand nakijken. Wordt dit zo eentje die op straat zo nee, hangt op... Nee, Nienke. Nee, ik wist dat je dat zou zeggen. Nee. Wordt niet zo een, hè, meisjes nee. Nafluiten. Nee, dat leert zijn vader dan wel. Jezus. Je vader gaat zeker leren hoe de vrouwen achter jou aanlopen dan andersom. Gewoon op een normale manier connecten. Als een vrouwtje wil contact met je... Contacten? Dan mag het. Anders? Maar we gaan niet gekkigheid op straat uithalen. En naroepen en fluiten. Tenminste. Ligt een beetje aan wat er voorbij komt. Nou nah, ja, en soms heb je een non-verbale communicatie. Daar weet je ook van, oké. Okay, you want some... Oké, okay, klaar. Attention. Nee, no vietje, zie. Ja, je brada is ook een mannetje aan het worden. Ja, Frank hebt dus nu verkering weer. Waarom moet je die naam gooien om Blast? Oh, nee, dat mag ik niet halen eruit. Ja, nee, ik heb het gebliept nee. Ook. Oké, okay, precies, want dat is niet leuk voor nee. Het gaat erom dat hij... Gaan mensen nog op straat aanspreken? Snap je? Wij kunnen al niet eens met hem erover praten. Hij is erg... Hij doet het rustig aan. Als, mensen, zeg zeggen, als mensen zeggen, hoe gaat het met jullie prille relatie of verkering? We pakken het hè, dag per dag rustig aan. Geen haast. Deze gozer heeft geen haast. Ik vraag ook, hoe gaat het, dit, dat? Ja, goed, gaat goed, maar ik voel het nog... Het is gewoon... Het komt, maar het is er nog niet. Dus... Blijkbaar is de volgorde nu. Je vraagt elkaar vergering en dan groeit er een band. In plaats van je wordt verliefd. Novi, misschien kan je je gezicht recht doen. Dan ik praat hier, je hoeft niet je nek te breken. Misschien gewoon focus op die lepel voor je. Doe maar. Lekker man. Kijk hem. En je ook vasthouden van... Ga door. Ga door met die hapjes. Ga door. Dus Frank is in de verkering, maar verliefd. Rustig opbouwen, rustig. Kalm aan, eens daarin groeien. Ja. Dus ja, wie weet is hij op zijn 12e verliefd op hem. Maar voor nu is het moet in ieder geval nog banden. Ik vind het goed dat hij lekker rustig aan doet. Ik vind het ook goed. Maar ik dacht altijd... Waarom niet een zoen op deze leeftijd? Niemand zegt heeft het over nee, zoenen. Nee, want jij promoot wel. Ik promoot ook niet zoenen. Ik zei alleen maar, komt een keertje bij ons spelen. Nee, gezellig. Niet, schat. Nog komt even allemaal niet. Maar ik zeg spelen. Ik heb het niet over het waard mondje. Ja. Dokter. Ja, ik... Dat is allemaal niet van... Nee. Dus zo zie je maar, Noof. Al het goede komt langzaam. Behalve je moeder kwam niet. Die kwam niet langzaam, kan ik je vertellen. Maar god, was laat het op. Ja, die had ik binnen een paar uur. Nou, nee, twee dagen. Twee dagen? Twee dagen. 36 uur zo. Ja. Anderhalve dag was ik wel... En je moeder deed het ook niet lang over, hoor. Voor de daad, kan ik ook nou, vertellen. Nou, dus... maar eerlijk. Ja. Ga je dat je zo... Nou, niet op wat... Als het jou lag, was het de tweede keer dat we elkaar ontmoeten. Zeker. Ik maakte er de derde keer van. Want drie is mijn geluksgetal. Dus ik vind dat ik het goed... Je mag blij zijn dat het 27 niet mijn geluksgetal is. Je hebt wel heel veel geld in me moeten steken. Of jij. Als je eens ingestoken worden. Oh, ja, ik heb het over geld, dates, uitjes, biscoop. Ik zal biljetjes op je gooien. Frankie die kwam thuis. En Ressie zei, nou eigenlijk, ik was bezig Novi een beetje te, in elkaar te, in elkaar, wacht, ho, oh, vermoeidheid, zo'n beetje te sussen. En ik hoor Ress zeggen, nee, je gaat me naar boven, nee, je hebt nu een beetje pestige gezelligheid, nee, we gaan ook niet gezellig praten nu, nee. Dus ik hoor hem zeggen, was mama, dat maakt me helemaal niet uit, je gaat nu gewoon naar boven. Dus ik dacht al, er is iets voorgevallen. Maar Frank heeft me gelast. Als je hem haalt bij een vriendje. En heb ik het niet dat je na een uurtje komt. Of dat je dan vroeg komt. Of dat je hem niet daar laat eten. Nee, dan is hij daar de hele middag. Op woensdag is hij 12:30, 1:30 uit. En dan halen we hem om 7:00 na het eten. Nou, ik mag aannemen dat je dan kan zeggen. Als we je ophalen. Wow, I had a great day. Leuk dat je er bent, papa en mam. Nee, hij kan gewoon een attitude opzetten van. Ik wil niet meer naar huis. Soms denk ik ook, je zet hier ook een beetje iets op, hè? Alsof wij jou mishandelen thuis. Die mensen zullen denken, waarom meldt u telkens nog niet mee? Dat vind ik al irritant. Ik moet hem natuurlijk ook een beetje semi inhouden. Want eigenlijk wil je kind goed aanpakken. Zoals je eventjes gewoon duidelijk toespreken. Even een bovenarmje pakken. Gewoon zo van, dit doen we niet. Maar je lacht het ook een beetje weg van, oh, het is een hele dag, hè? Jongens onder elkaar. Ondertussen denk je, Dus ik voelde al, Nien... Jij kan nou niet gezellig nu doen, want je moet één front met je man. Dat vind ik wel altijd.
Tenzij je man idioot gedrag vertoont bij een kind. Maar ik vind wel, als je kind brutaal doet, anders ben je ook die sukkel. Die ouder waarvan het kind ook denkt, ik kan bij alles maken. Die wil je ook niet zijn. Dus ik ben gewoon chill. Ik kom gewoon de badkamer in. En hij doet echt zo van, ik zeg, nou, ik denk niet dat ik nu een knuffel moet geven. Ik kom maar gewoon je tong even poetsen. Want ik vind dat ze het allebei slap doen. De rest controleert niet goed. En mos in een witte waas. Ik vind het onsmakelijk. Dus ik wil dat even goed eraf poetsen. Maar Frenkie, die had het even verpest voor zichzelf. Oh god, wat wordt hij wakker. Maar hij zei nog wel door zijn tranen heen, ik wil mijn excuses maken. Vond ik erg mooi dat hij het woord excuus gebruikt in plaats van sorry zeggen. Toen zei ik, maar waarom wil je excuus maken? Ik zeg, alleen maar zodat het weer goed is. Of wil je ook echt vertellen wat er gebeurd is en hoe je dat anders zou kunnen doen de volgende keer? Want alleen maar sorry zeggen, dat is te makkelijk. Je moet ook even bedenken van waarom doe ik dit? En hoe kan ik zorgen dat ik dan niet zo ongezellig, weet je, thuis kom? Laten nadenken. Ook al zijn ze 7, je hoeft niet heel zwaar te doen. Heus niet 2 dagen niet tegen je kind praten. Maar wel eventjes zonder heel veel woorden. Gewoon duidelijke taal. En wel rusten. Kus, morgen zien we je weer. Maar even nadenken over hoe je dat doet. Tuurlijk, je hart breekt als je kind zo doet. Zijn armen uitstrekt en jij denkt echt, nou, oh nee. Nu 1 front, 1 taak. Parenting, we doen het samen. Nee, tuurlijk, bruut. Maar dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Tenminste, dat wel. Maar ik heb meer. Ik wil niet de video heel depri eindigen. Maar ik ga wel een beetje slecht wat er gebeurt nu, jongens. Ik ga gewoon een beetje slecht op het hele beleid. Ik ga gewoon een beetje slecht op regels. Hoe ons ministerie zich gedraagt. Demissionair. Nog wel, hè? Demissionair kabinet. Doet allemaal dingen. Waarvan ik denk, waarom? We mogen niet meer naar ons kind zijn wedstrijd kijken in de buitenlucht. Naast de lijn van het voetbalveld. Uitwedstrijden mogen we niet mee. Mogen we 4 ouders mee. En de trainer. Frenkie die vertelde het aan hem en hij moest huilen. En ik dacht, nou, misschien vind je het juist wel lekker. Niet die 2 actieve ja, zo. Ik kan het brengen. Misschien dacht hij echt even lekker. Hij zei, nee, ik vind het juist dat jullie komen kijken. Toen dacht ik, ja, het is ook gewoon een kind. Hij vindt ook niet leuk als zijn ouders er niet zijn. En ik snap gewoon niet waar we naartoe gaan. En ik wil sane blijven in de insanity. Dat is belangrijk. Dus ik probeer het ook altijd daarna weer. Zolang jij maar jezelf aan kan kijken in de spiegel. En je gelooft in de goedheid van moeder aarde. Het komt wel weer goed. We komen hier doorheen. En de samenleving moet elkaar omarmen in plaats van laten verdelen. Maar ik vind het niet makkelijk. En ik heb me heel lang ingehouden, maar ik raak ook op een punt dat ik denk, waar gaat dit naartoe? Wat proberen ze nou? Om ons neus te douwen. Iedereen mag doen wat hij wil, maar niet anderen anders gaan behandelen omdat diegene een ander idee heeft. Maar ja, ik zei dus dat we niet te chagrijnig gingen eindigen deze video, dus dat gaan we ook niet doen. Ik weet dat meer mensen hierin zitten, jong en oud. Het voelt alsof we in een gekke periode zijn beland. En dat zijn we ook. Onthoud dat je eigen gedachtes, daar ben je altijd nog zelf de baas over. Daar kan je nog steeds bepalen, oké, dit is even een intense dag. En al het nieuws wat mijn hoofd bereikt en mijn oren en mijn ogen. Ik ga het verwerken en ik zet het weer van me af. Probeer gewoon van binnen rustig, kalm en gezond te blijven. Nog steeds te houden van, wat is nou genoeg nog wel van te houden? Zijn er genoeg highlights? Ja, worden bepaalde dingen word je geduwd en wat wel en wat niet. Probeer alsjeblieft, lieve mensen. We moeten door. We moeten niet ons gek laten maken. Als je zegt, hoe dan? Door te denken. En alles komt een eind, ook aan deze gekke periode. Alles komt een eind. En ik weet ook niet waar we naartoe gaan met dit. En ik weet ook niet of er een moment komt dat we zeggen, oh, misschien moeten we nou iets van, even iets ondernemen. I don't know. Maar ik weet wel, alles komt een eind. Het klinkt heel depressief, dat zinnetje. Maar het hoeft niet zo te zijn. En zorg ervoor dat het ook niet zo is. De mensheid en liefde overwint altijd alles. Liefde overwint altijd alles. Sta erboven. Omarm wat er wel is.
In plaats van je af te zetten tegen wat naar is. Omarm wat er wel is. Oké. Okay. Ik vind het ook een beetje zweverig gepraat. En wat bedoel ik nou eigenlijk? Ik probeer ook maar gewoon te blijven ademen. En te denken. Dat denk ik eigenlijk. Soms weet ik ook niet wat ik moet zeggen. Jongens, ik heb ook niet alle antwoorden. Ik weet alleen wel dat we elkaar hebben. Dat moeten we niet vergeten. We hebben elkaar. Ook al heb diegene die achter het scherm of deze kant van het scherm een ander idee over dingen. We hebben wel elkaar. En niemand is voor een verdeling. Dat weet ik zeker. Niemand is daarvoor. De mensen die nu verdeeld worden, kijken ook van, dit is gek met wat er gebeurt. Dit hoeft helemaal niet. Ik bedoel, ik snap best wel dat zo gevolgen, maar eventjes 1-1, cijfers, grafiek. Er gaat iets helemaal niet goed hier. Laten we gewoon door de regels door blijven lezen. Zelf blijven nadenken. En nog steeds de highlights van de dag zien. Probeer nog steeds de mooie dingen in het leven te zien. Want die zijn er veel meer. Al is het een hele heel donkere wolk nu. Daar tussendoor zijn lichtstraaltjes. Zo, die zonnestraaltjes op je. Voel die. Die zijn er. Maak die belangrijker dan de donkere wolk. Alsjeblieft. Het is van belang dat je dat blijft doen. Oh ja, wat we ook niet moeten vergeten is dat we kijken naar de Braveheart.